echt, geloof het of niet, maar ik heb ook gewoon wetenschappelijk bewijs. Dat het helpt. Dat wij bijvoorbeeld een rond gezicht, nou, kijk even goed naar het mijne, dat associëren wij blijkbaar heel intuïtief niet met leiderschapskwaliteiten. Doe ermee wat je wil. Ik zei net al, de eerste keuze is gelukkig wel inhoudelijk. Ik dus moeten kijken, allemaal... Ali heeft een recht gezicht. Jij ja, hebt ook maar een bijvoorbeeld, gezicht. Ik heb ik zou ook sowieso niet op mijn stem. Maar ik heb toch ook wel het idee. Nee, ik ook niet. Deze verkiezingen zijn toch eigenlijk volledig gegijzeld door het idee: wordt Geert de grootste of niet? Nou ja, je zou kunnen zeggen dat tijdens deze verkiezingen eigenlijk. Nou, ik had Tim Hofman van de van BNN. Die zit in mijn tweede aflevering, die dus gaat over het woord. En ik heb Tim gevraagd om met de blik van zijn doelgroep, gewoon jongeren, te kijken naar de campagnefilmpjes. En dan komen we bij Wilders en dan zegt hij, ja, het is heel vervelend, maar ik snap alles. Je kunt iedere zin lostrekken en zonder context op Facebook in een viral filmpje zetten. Iedereen snapt wat die man zegt. Waar dat bij andere filmpjes volgens hem niet helemaal lukte. En wat je ziet bij Wilders is, en dat is trouwens ook een, dat komt trouwens ook aan bod in de serie. Zij hanteren wat dan heet de strategie van schaarste. Dus ze slaan het liefst de traditionele media zoveel mogelijk over. Wilders sprak daar ook over bij Rick Niemand dit weekend. Zij, ik vind die journalisten, die hebben vaak een negatief beeld van mij. Dus waarom zou ik er naartoe gaan? Want als ik 140 tekens over hun hoofd naar de buitenwacht slinger... Komt het toch van naar buiten? Ja, nou ja, en niet zo'n beetje. Want hij bereikt door die schaarste en door, wanneer hij die 140 tekens gebruikt, vaak de bocht nogal scherp te nemen, en dan druk ik me eufemistisch uit, anticipeert hij gewoon op. Dat was laatst met de nepfoto van Pechtold. Hier ging het erover, bij Jinek ging het erover, bij RTL Nieuws, bij NOS Journaal. Hij had alle rubrieken. En nou ja, je kunt ervan vinden wat je vindt, maar dat doet hij uitgenast. Wat ik grappig vind,